Wij presenteren u de fietsreis in de Belgische Ardennen en het Duitse Eifelgebergte. De eerste dag een ritje van Monschau naar Eupen. Dag 2 gaat van Monschau via een oude spoorlijn naar het keizerstadje Aken. De volgende dag neemt u hetzelfde pad naar het Belgische Sint-Vith. Vanaf Bitburg weer via een stilgelegde spoorlijn naar Echternach, dat in Luxemburg ligt. In de Eifel volgt u 2 etappes de rivier de Kiel die in de Moezel uitstroomt. Uw laatste reisdag fietst u nog een stukje langs de rivier de Moezel, waarna u huiswaarts keert. De route op de eerste dag gaat door een natuurgebied in de Belgische Ardennen. De gehele route gaat naar beneden langs het Stielmeer. Startend in de buurt van Monschau volgt u de Oude Venweg, een stilgelegde spoorlijn die nu een mooi geasfalteerd fietspad is. Bijna de gehele route loopt langzaam naar beneden tot aan de stad Aken. Op diverse plaatsen wordt u eraan herinnerd dat er hier vroeger een spoorlijn liep. De oude spoorwegviaducten zijn nu fietsbruggen, met een mooi uitzicht en de stations zijn soms restaurantjes. Het oudste gedeelte van de Dom van Aken is de Paltskapel, die in 796 gebouwd werd. Karel de Grote wilde Romeinse elementen in Aken introduceren. De kapel is een achthoek geïnspireerd op de San Vitale in Ravenna. Karel de Grote zag Aken als een tweede Rome. Bouwmateriaal voor de kapel werd uit oude ruïnes in Rome gehaald. Karel is in de slotkapel begraven. De volgende rit is van Monschau naar het Belgische Sint-Vith. De gehele route loopt in grote bochten vals plat naar boven en naar beneden. Langs een deel van de fietsroute bestaat nog een stuk van de spoorlijn. Hier kan men met speciale trapkarretjes op rijden. De meeste stationnetjes langs de route bestaan nog, maar hebben een andere functie gekregen. Op diverse plekken staan banken en soms passeert men een kruisende spoorlijn die ook stilgelegd is. De natuur onderweg is boeiend. Deze dagroute eindigt in het Belgische Sint-Vith. Vandaag begint u in Bitburg om vervolgens via een tracé van een stilgelegde spoorlijn zuidwaarts te rijden. Deze route is lichtglooiend met hier en daar een kleine helling. De fietspaden zijn gescheiden van de wegen. Het laatste gedeelte van de tocht volgde de rivier de Sure om te eindigen in het Luxemburgse stadje Echternach.
De Engelse monnik Willibrord stichtte in 698 de grote abdij van Echternach. Op de vijfde fietsdag gaan we de bovenloop van het riviertje de Kiel volgen. De start is in de buurt van het stadje Halsslag en tot Junkerad volgt u weer het tracé van een spoorlijn. Onderweg passeert u een watermolen met een museum en een restaurant. De route volgt stille weggetjes door weidegebieden in een licht heuvelachtig landschap. Stroomafwaarts is het Kieldal meer uitgesneden en loopt het fietspad parallel aan de spoorlijn en het riviertje. In Gerolstein steekt u de rivier over. In het stadje is wel gelegenheid om een terrasje te pakken. De Kiel is hier min of meer opgenomen in een waterspeelpark. Via een buitenwijk komt u weer bij de spoorlijn die u verder volgt en zo nu en dan kruist. Het landschap is afwisselend en in Mühlenbach steekt u de Kiel weer over. In het plaatselijke kasteel Bertrada werd Karel de Grote geboren. Het tweede gedeelte van de Kiel volgt u vanaf het station van Spijgen. Zo mist u een aantal flinke hellingen. Hier en daar passeert u nog een oude fabriek, gelegen in het prachtige Kieldal met haar mooie natuur. Op sommige plekken maakt u gebruik van de spoorwegtunnel om aan de andere kant van de berg te belanden. Op diverse plaatsen zijn watermolens in de rivier gebouwd.
dit dagtraject is niet te voorkomen dat u een keertje een hellinkje ontmoet. De Kiel stroomt uit in de rivier de Moezel. U volgt de rivier de Moezel tot de oudste Duitse stad Trier, die omstreeks 16 voor Christus door de Romeinse keizer Augustus werd gesticht. Het is zeker de moeite waard de binnenstad van Trier te bezoeken. In het centrum van Trier is nog veel oude Romeinse architectuur terug te vinden. In de vakantietijd en in de weekenden zijn er vele mogelijkheden om je per fiets stroomopwaarts te laten brengen. Het laatste stuk van de route is een deel van de rivier de Moezel, die we een stuk volgen vanaf het hotel in Leiden. De zuidhellingen van de rivier worden veelal voor de wijnbouw gebruikt. De Moezel is ook geschikt voor riviercruises. Ook vanuit Nederland is dit mogelijk. Onderweg passeert u schilderachtige stadjes waar u de mooie vakwerkhuizen kunt bewonderen. Aan het einde van dit dagtraject worden de fietsen weer in de aanhanger geplaatst en keren we huiswaarts, nagenietend van de mooie fietsreis.